Yo mensen, Jarassi hier en wakker bij weer een nieuwe gameplay hier op mijn kanaal Jarassi Gaming. Vandaag wil ik met jullie mijn persoonlijke mening gaan doornemen over hackers in Call of Duty en voornamelijk natuurlijk Call of Duty Ghosts. Want hier op de achtergrond gameplay zie jij een Team Deathmatch gameplay, spelen met de SC2010 Silencer en Extended Max erop. En de SC2010 eventjes tussendoor is een heel erg chill wapentje om te gebruiken in Call of Duty Ghosts. Maar je moet erop letten, de damage ligt niet al te hoog. Dus soms als jij een bepaalde persoon tegenkomt die speelt met de AK-12 of de MSBS, dan word jij er gewoon door gekillt als die alles raakt. Dus zorg ervoor dat als je met de SC2010 speelt, dat jij gewoon alles raakt. Maar ik speel hier op natuurlijk de best wel verrotte, irritante kutmap. En je zal zo meteen te zien krijgen dat ik één bepaalde persoon de hele tijd niet kan killen. Ik schiet op hem, ik kan hem niet raken, hij schiet op mij, hij kan mij niet raken. Mijn teammates schieten op hem en hij kan gewoon niet dood. En het gebeurt elke keer als ik deze map krijg. Hier loopt die bepaalde persoon, we schieten op hem. Ik dacht, hé, gaat die dood, wat de hek is dit nou weer? Klimt die trappetje op, ga ik weer op hem schieten, ga ik hem nijveren. Gebeurt helemaal niks, mijn teammates schieten op hem. En als ik dan andere enemies tegenkom, kan ik ze wel weer killen. Dus het is een soort van bepaalde glitch, een soort van bepaalde bug op... Call of Duty Ghost in deze map. En het kan natuurlijk ook een hack zijn. Maar de enige manier waarop ik deze hack-glitch-achtig geval ben tegengekomen. is als ik deze map aan het spelen was. Dus ik weet niet precies wat het is. Maar daar heb ik niet zo'n last van. Van deze bepaalde personen. Want die kunnen mij niet killen en ik kan hun niet killen. Dus je moet ze gewoon simpelweg ontwijken. En probeer de rest van het enemy team natuurlijk wel te killen. Maar waar ik wel last van heb. is de hackers en de XP-lobby's. De auto aimers de perk-hackers op Call of Duty Ghost. Want het spel is nu ongeveer twee weken uit. Iedereen heeft het ongeveer twee weken in huis, of je hebt hem net gekocht. En denk van: Ja, yeah, ik ga lekker spelen. En ik krijg heel veel tweets per dag binnen op mijn Twitter: Van Jan, ik zat weer in een hack-lobby. Ik ben opeens tien e precies. Jan, ik zat weer in een hack-lobby. Ik heb nu opeens 10 miljoen scoren in de leaderboss. En ik sta eerst op de wereld. En denk van: Jongens, dat is toch niet leuk om zo te gaan lopen spelen op Call of Duty Ghost? En dan krijg ik. Dus een reactie van, ja, ik ben ten prestige. En dan krijg ik serieus vijf minuten later van dezelfde persoon nog een tweet binnen van... Ah, ik heb geen zin meer in Call of Duty Ghosts, want ik kan niet meer levelen. En ik heb 10.000 squad points en ik heb alles unlocked. En uh, ik heb geen zin meer. En zo zie je maar, hackers verpesten het spel. Het maakt niet uit wat voor hacks ze gebruiken. Of ze gebruiken auto-aim, nou, dan ga je alleen maar dood. Of ze gebruiken wall hack komen ze schieten het hoekje om. Of ze gebruiken de perk-hack, hebben ze alle 35 perks in het spel, terwijl ze gewoon net zijn gespand. Of ze hebben dus een XP-lobby hack. Dat je gewoon als je één kill maakt, in één keer prestige bent. En als je dan nog een nieuw potje joint, dat je bij elke kill een squad point krijgt. En het is serieus echt gewoon super irritant. Aan Call of Duty Go's dat er nu al van dat soort lobby's en van dat soort hacks in zitten. Want het verpest echt gewoon het spel voor heel erg veel mensen. En ik hoor ook van heel veel mensen op Twitter dat ze gewoon het spel nu al niet meer leuk vinden. doordat ze heel veel hackers tegenkomen. Ik persoonlijk ben alleen nog perk-hackers tegengekomen. En dan zie je gewoon als je de killcam kijkt onderaan dat balkje. zie je dat hele balkje bol staan met echt 35 perks. en dat past nog ineens op het beeldschermpje. Dus dat slaat op pure, pure stront. En. Ja, die hacklobby's ben ik gelukkig nog niet tegengekomen. Want ik snap ook wel dat jullie tegen mij zeggen: van Jan, je plezier is er voor mij af. Omdat je simpelweg gewoon niet meer kan levelen. En het punt is waarom je Call of Duty Ghost speelt, is om te levelen. Het levelen in Call of Duty Ghost gaat ook echt enorm traag. Je levelt ongeveer 10 levels per dag als je ongeveer 2 uurtjes speelt. En als je natuurlijk. Level 1 bent, ga je in één keer van level 1 naar 20. Maar van level 20 naar 30 duurt weer twee keer zo lang. Van level 30 naar 40 duurt weer twee keer zo lang. En van level 50 naar level 60 en naar prestige duurt nog een keer twee keer zo lang. Dus het is gewoon echt heel erg slom dat levelen. Maar daarom speel jij Call of Duty. Als jij in zo'n hack lobby komt, ben je in één keer maximale prestige. Heb jij ook nog eens per kill dat je maakt een squad point unlocked. Waardoor je dus 10.000 squad points hebt. Waardoor je dus alles hebt unlocked in het hele spel. En is er geen doel meer in het spel. Je ziet ook als jij. Bijvoorbeeld Black Ops 2 heb gespeeld, of Modern Warfare 3 heb gespeeld, of welk spel dan ook. Als jij maximale level bent, is het spel meteen echt een tikkeltje saaier. Aan het begin is het echt gewoon helemaal perfect, omdat je maximale level bent. En je hebt zo een beetje elk wapen unlocked en je kan met alles spelen wat je wil. Maar na een tijdje denk ik van, eh, ik ga wel een nieuw account aanmaken. En dan ga ik weer opnieuw levelen. Of bijvoorbeeld bij Black Ops 2 kon je je stats resetten. Kon je weer helemaal van vooraf aan beginnen. En dat vond ik leuk om te doen. En nu kom je dus in die hack lobbies. En dan ben je gewoon in één keer maximale prestige. En dan kan je niks meer doen. En ik vind het gewoon een beetje jammer dat dat soort dingen gebeuren. In Call of Duty. En helemaal in een Call of Duty dat net is uitgekomen. Ik hoop dat ik er nooit in kom. Want je kan op Call of Duty Go's niet meer je stats resetten. Of whatever. Dus dat is natuurlijk een beetje bullshit. Dat dat helaas niet meer kan. Maar het is gewoon jammer. Dus voor die mensen die nu gewoon alles hebben unlocked. En maximale prestige zijn. En misschien 10.000 miljoenen score hebben. Zou ik zeggen: maak een nieuw accountje aan. Want anders vind je het spel over een paar dagen al niet meer leuk. Voor de hackers die dit filmpje kijken. zou ik zeggen stop er alsjeblieft mee, want het enige wat jij met je hack bereikt is dat je ten eerste mensen het spel niet meer laat spelen en ten tweede het spel keihard verneukt. De makers van Call of Duty zijn natuurlijk echt enorm hard bezig om al die hacks eruit te gooien, om al die bugs eruit te gooien, om al die glitches eruit te gooien, maar dat kost gewoon enorm veel tijd, want ze moeten echt dan in één keer alles gaan veranderen. Ze zijn ook nog eens bezig met de kritiek die iedereen levert over de mappen, over de wapens bijvoorbeeld, over Patches die ze moeten uitbrengen. Ze zijn natuurlijk ook weer bezig met de Map Packs. Dus ze moeten zoveel doen om dat spel te onderhouden. En ik snap ook wel dat er op dit moment pas. Twee updates zijn uitgekomen. Eentje van 172 mb. En eentje van 169 mb. Omdat het simpelweg zoveel tijd kost om zo'n update goed eruit te laten komen. En ze kunnen wel bijvoorbeeld die hacks gaan updaten. Maar als ze het niet goed updaten, zijn er de volgende dag na een update, meteen alweer hackers op het spel. Dus ze moeten het gewoon als het updaten in één keer goed updaten. En dat kost gewoon eventjes tijd. En ik vind gewoon mijn persoonlijke mening heel erg kort over hackers. Poep, seks, kloten, irritant. Punt. Stop ermee. Als je in een hack lobby komt, lief het potje. Want je wordt ook nog eens gereport. En als Call of Duty sowieso naar die reports kijkt wat ze volgens mij niet doen. Dan ben je gewoon meteen gereset. En dan kan je weer van voor of aan beginnen. Dus als je in een hack lobby komt, lief het potje gewoon. En probeer gewoon in een ander potje. Misschien wel een betere score neer te gaan zetten. Maar dat was mijn mening, mensen. Ik hoop dat het snel wordt geüpdate. Ik hoop dat er snel een hele grote update van bijvoorbeeld 300 MB of zo in Call of Duty Ghost gaat komen. Waarin ze alles gaan updaten. Misschien wat wapens gaan buffen. Misschien wat wapens gaan downgraden. Etcetera, etcetera. En dan zien we het van, natuurlijk vanzelf al. En Eindscore, zoals je kan zien, is 35 om 6. Terwijl ik speelde tegen de dikke, dikke glitcher. Die ook gewoon niet in het potje stond. Want hij was een spectator of whatever. Ik weet niet wat er aan de hand was. Maar ik kon hem gewoon niet killen. Zag je zelf ook op de achtergrond gameplay. Maar bedankt voor het kijken. Vergeet hem alsjeblieft niet te liken. Vergeet niet te abonneren voor meer Call of Duty Ghost. En Black Ops 2. En weet ik van wat allemaal voor content. En dan zeg ik voor vandaag tot de volgende keer maar weer. En bye bye mensen.